Zo komen ze dan binnen. De spoorstok waar het tuigwerk aan vast zat, vermolmd. De domp met de opstapband, verroest. Het leren voorscherm, vergaan. Het opknappen van dit zeer luxe rijtuig kost tussen de 400 en 900 werkuren. Mar en Piet Spook herstellen grondig en met geduld. Elk onderdeel wordt nagezien en losgemaakt. Het gaat hen om de historische waarde. Hoe beter en nauwkeuriger hersteld volgens het oude beeld, hoe groter de kik. Deze Duitse schuitlandouwer is een zeldzaam exemplaar. Goed gerestaureerd is hij veel geld waard. Tot op het blote hout wordt de koets kaalgekrapt en geschuurd. Niets wordt overgeslagen. De eerste grondlaag volgt naar welhaast oneindig schuurwerk. Deze laag wordt er ingewassen, zoals dat heet. Mar is dan 2 weken bezig geweest om de kast kaal te krijgen. Van deze kast blijken de grote panelen van mahonie en de lijsten van beukenhout, zeer luxe materialen. Voortdurend houdt ze de vochtigheid van het hout in de gaten met de houtvochtmeter. Te vochtig hout kun je niet goed verven. Daarom heeft de ruimte waar ze werkt een constante luchtvochtigheid van 60%. Schuren, schuren en nog eens schuren. Dan volgen er 7 grondlagen. Daarna, net als bij een Rolls Royce, volgen nog 3 tot 5 laklagen. Elke laag wordt nageslepen. Logisch dat ze haar vingertoppen beschermt. Je houdt anders niks meer over. Ze trainde haar pink het lak- en schuurwerk op tekortkomingen te beoordelen. Het polijsten leidt tot een perfecte afwerking. Deze landouwer werd omstreeks het begin van deze eeuw in België gebouwd. Deze heeft ook een bijzonder kenmerk. Een zogenaamde patentas die al sinds 1811 gemaakt wordt. Inmiddels is Mar Stolk aan de wielen begonnen. Elk wiel ruim 3 dagen werk. Met een speciaal stalen mesje worden de laatste plekjes opgevuld. Een bijzonder gevoel in beide handen en veel ervaring wordt vereist bij het machinaal droogschuren. Piet en Mar hebben voorlopig voldoende werk. Hun schuur staat vol aftandse rijtuigen. En zolang er gereden wordt, zal er onderhouden moeten worden. Er is een steeds groeiende belangstelling voor een historisch rijtuig. Er worden hele rustige ritten meegehouden. Men kan punten verdienen naar historische juistheid. Elk rijtuig vraagt bijvoorbeeld zijn eigen type paarden. Zeven paarden voor een postkoets toont wel aardig, maar het rijtuig zal hoogst zelden zo gereden zijn. Steeds vaker zie je dat de kunst van het inspannen doel op zich is geworden. Toch ziet het er allemaal zeer fraai uit. Een 8-span friezen voor een postkoets kwam niet vaak voor. Je zag vooral 4 spannen. Piet Stolk verricht het zware werk. Hij is geboren met 2 gouden handen die vervaardigen wat zijn ogen zien. Hier worden spaken machinaal gefeest. De middelste van de 3 is de mal. Hij heeft de machine zelf ontworpen. In 6 minuten zijn 2 spaken klaar. Op de hand, met een trekmes, doe je er even wat langer over.
Hier wordt de domp van het wiel geschuurd. De domp is altijd van hout. En deze machine is van rond de eeuwwisseling. Er zijn vele hulpstukken bij, zoals deze verdeelschijf, zodat je er een compleet wiel mee kunt maken. Met de verdeelschijf bepaal je de juiste afstand tussen de spaken en dus de draagkracht van het rijtuig. Hier staat het restant van een zeldzame Deense schuitlandouwer, totaal vergaan. Piet Stolk gaat hem naar het oude model herbouwen. Maar we keren terug naar Mark met de Belgische landouwer. De koperen bies tussen de leren kap en de houten kast wordt niet geverfd, daarom wordt hij afgeplakt. Na het afnemen van schuurstof met een speciaal sponsje wordt de landouwer naar de lakcabine gereden. Dat is een stofvrije ruimte waar de koets aan bewegende lucht wordt gedroogd. Het waait er kunstmatig. Het koetsspuiten is veel moeilijker dan bijvoorbeeld een auto. Bij een auto werk je met snel drogende twee componenten lak. Maar hier wordt met ouderwetse synthetische lak gewerkt. De kans op zakkers of tranen, zoals de leek dat noemt, is veel groter. Na het slijpen volgen nog drie laklagen. Dit vakwerk is een soort garantiezegel voor kwaliteit. De wielen krijgen al hun definitieve kleur, maroenbruin. Wie kan spuiten, doet dat liever dan verven met de kwast. De hoogglans komt dan nog beter uit de verf.